Goed. Voor de mensen die binnenkomen, ik zie volgens mij aan de zijkant daar nog, of niet? Nee. We zitten echt helemaal vol, hè? Volgens mij daar helemaal bovenin zie ik nog volgens mij drie plaatsen. Daar ja, naast die meneer zitten zwaaien. En daar aan de zijkant zie ik ook nog twee, daar rechts. En daar één. Oh, daar heeft iemand zijn handdoek overheen gelegd, is blijkbaar bezet. En daar nog twee stoelen naast. Ja, maar jij blijft daar zitten. Jullie, alioep. Alioep. Zo. Dames en heren, goed dat u er bent in zulke groot getale. Voor de laatste mensen, welkom allemaal. Het is even zoeken, maar er zijn nog wat plekken. Het is misschien voor u nu lastig dat u allemaal een plek moet zoeken, maar voor ons is dat dus heel leuk. Want dat is niet helemaal voor de allereerste keer dit kalenderjaar dat we dan uitverkocht zijn. Dus u bent uitverkorene. Goed dat u er bent. En wij stellen dan ook altijd even de vraag om even te weten wat we in de zaal hebben zitten, dames en heren. Wie van u is voor de eerste keer bij Politieke Junkies? Zo, de kanonnen. Nou, wacht even, houdt u ze even in de hand, in de lucht. Kijk, dat klopt wel een beetje, want het klopt wel een beetje dat wij ongeveer de zaal elke keer hebben. De helft is al vaker geweest en de andere helft is dus nieuw. Nou, vooral voor die nieuwe mensen. Wat behelst nou Politieke Junkies, met als ondertitel natuurlijk de grote ontspinshow? Dames en heren, u moet het eigenlijk zo zien. Op het Binnenhof lopen Binnenhofwatchers rond. En die mogen heel vaak in een kort stukje in de krant of een 1 minuut 20 item in het journaal, mogen ze even kort vertellen wat de laatste stand van zaak is. Maar voordat dat nieuws in die krant komt of dat ene item op televisie, gaat daar een heel wereldverhaal aan vooraf. Journalisten worden bespind, bestookt. Iedereen heeft daar zijn eigen waarheid op het Binnenhof. En uiteindelijk is er één waarheid die u dan voorgeschoteld krijgt. Wij pretenderen met dit programma, en dan mag u na afloop vertellen of u dat nou mee eens bent, dat u eigenlijk, als u bij Politieke Junkies bent geweest, niet meer normaal televisie kan kijken. Want als je nieuws tot je neemt, zul je altijd de vraag stellen, ja, dit is één kant van de waarheid. Maar hoe zit het met de rest? En vanavond is het dan het bijzondere, dat is overigens elke maand het bijzondere, dat wij dus drie fantastische journalisten vanavond hebben. Die ga ik zo direct aan u voorstellen. En die drie strijden eigenlijk om de cup. Wie wordt Politieke Junkie november 2015? Wie ontspint het beste? Wie geeft u het beste inzicht? En laat u op een vernieuwende wijze zien hoe die politiek nou werkt daar in Den Haag. Drie journalisten. Die natuurlijk dagelijks niks anders doen dan parlementariërs recenseren. En bij Politieke Junkies is het precies andersom. Daar hebben we een parlementariër elke maand. Die mag voor één keer in zijn leven het omdraaien en zeggen, ik ben vandaag in de positie om nou eens een keer journalist te recenseren. Dus de grote vraag, wie is Politieke Junkie november 2015, wordt door een eenkoppige jury, in al zijn wijsheid in dit geval, besloten. Dan weet u een beetje waar het over gaat. Ik meld u vast dat het programma eigenlijk in twee delen is. De eerste vijf kwartier vindt hier in de zaal plaats. Dan heeft u een korte plaspauze en dan gaan we nou vol door aan de bar. En dan zal rond 1:30 vannacht bent u klaar en kunt u naar huis doen. Dat is een beetje de routeplanner. Kijk, er komt nog wat drank binnen. Dat is nooit genoeg voor iedereen. Dames en heren, om het verhaal nog gekker te maken eigenlijk en het nog ongepaster en ongemakkelijker te maken, vragen we elke keer om de journalisten die het liefst natuurlijk in stilte in een hoekje van de zaal ergens iets aan het analyseren zijn, bovenaan de SBS-showtrap te gaan staan. En ik ga ze één voor één naar beneden halen en dat vinden ze allemaal heel ongemakkelijk. Maar u kunt het ze ietsje makkelijker maken door een begeleidend ovationeel applaus. Dames en heren, graag uw applaus voor onze matadoren van de avond. De eerste man hoort u bijna, als u radio luistert, denk ik wel dagelijks. En het maakt niet uit of het 2 uur 's nachts is of 7 uur 's ochtends. Zijn warme, vooral energieke stemgeluid is overal en altijd herkenbaar. Won meerdere malen hier, is vriend van de show, dames en heren. Namens Radio 1, Joost Vullings. Ik heb de jury nog niet aan u voorgesteld, maar u zag de eerste beïnvloeding. Ik moet overigens zeggen, voor iemand zonder veets in schoenen, dat je de trap best makkelijk viel mee op. Thuis gelaten. Heel goed. Ja. Dames en heren, de tweede is in mijn ogen, dat is buitengewoon subjectief, ik weet het, maar ik ga het u toch zeggen, de allerbeste columnist van Nederland. En dat doet ze een aantal keren in de week namens de Volkskrant. Won ook hier meerdere keren, vriendin van de show, Shaila Shitalsing. Wij proberen elke keer natuurlijk een soort ongemak bij de jury of bij de matadoren te creëren. Maar bij Shaila was dat omgekeerd. Als ik je zou vragen om het nog een keer te doen, zou je de wandeling graag nog een keer geloof maken?
Nee, hou. Dames en heren, de volgende is een nieuwkomer. En daar hebben wij best ons best voor gedaan, want we wilden hem graag hebben. Omdat we hem tekeer zagen gaan bij Eén Vandaag. Op Twitter dat hij zich manifesteerde, hier aan te keren kwam. En dat we meteen voelden, die moeten we hebben. En we zijn reuze blij dat hij vandaag is. Hij heeft een opmerkelijke loopbaan tot wat hij nu is. Namelijk Hart van Nederland en Actienieuws. Daarna de middageditie. En inmiddels werkt hij namelijk, ik zeg het hier goed, bij Eén Vandaag. Dames en heren, politiek journalist, debuut bij de Junkies. Niemand minder dan Remco Teulings. Remco, welkom. Ja. Nou is het afgelopen, hè. Vanaf nu van is verboden elk fysiek contact met de jury. Panel. Goed dat u er alle drie bent. En voordat ik de jury even erbij ga halen. Even een paar actualiteitjes van deze week. Laten we even beginnen met... het is inmiddels 2 weken geleden dat Willem Aantjes overleed. Het was de allereerste fractievoorzitter van het CDA. Dat was een samengevoegde partij van andere partijen. Die overleed op 92-jarige leeftijd. Joost, aan jou even de vraag, wie was Willem Aantjes? Nou ja, wat je zei, was de eerste fractievoorzitter van het CDA. Ook een markante politicus. Uiteindelijk hebben de meeste mensen hem leren kennen vanwege de affaire Aantjes. Want hij heeft moeten opstappen. Ja. Omdat toen Lou de Jong aantoonde dat hij lid was geweest van een bepaalde SS-eenheid. Dat is niet zo goed doorgaans in Nederland als je daar lid van bent geweest. Achteraf bleek het verhaal allemaal wel wat genuanceerder te liggen. Nou ja, toen heeft hij moeten aftreden en uiteindelijk is hij het enige erebaantje wat ze hem ooit nog gegund hebben, was voorzitter van de Nederlandse Kampeerbond. Ja. En het allerleukste vind ik dat hij, want hij zei 92, volgens mij is hij dus op 89-jarige leeftijd weer met Twitter begonnen. Ja, en fanatiek. En hij bemoeide zich altijd nog met het CDA, daar waren ze niet altijd even blij mee. En dat heeft hij ook via Twitter gedaan. En dat vond ik altijd wel heel grappig, dat hij op die leeftijd nog zo actief was met dat medium. Ja. Omdat hij 2 weken geleden overleed, op 92-jarige leeftijd, viel ons oog even op een documentaire. Die is volgens mij nu van 2 jaar geleden, Omroep Max. Daar werd hem voor de zoveelste keer eigenlijk gevraagd naar die affaire en hoe hij daarop terugkeek. Het fragment is dus van 2 jaar geleden en het gaat natuurlijk over de grote vraag. Hij is natuurlijk eigenlijk nooit gerehabiliteerd. Het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, heeft gezegd wat er met hem gebeurd is het grootste bedrijfsongeval wat ons ooit heeft bij ons heeft plaatsgevonden. En nu moest hij opnieuw weer dat gesprek aan en toen zei hij dus over die rehabilitatie het volgende. Ja, ik zit er echt niet op te wachten, dat is niet waar. Maar ja, ik vind dat het CDA zich aan zichzelf wel eigenlijk vanuit zichzelf de behoefte zou moeten hebben om de tijd dat ik in mijn functie hersteld zou kunnen worden, zeg maar zeggen, die is toch voorbij. Je loopt niet meer het risico dat je toch nog last van me krijgt. Dus. Die documentaire is eigenlijk een lange aanloop naar zijn 90ste verjaardag. En op die 90ste verjaardag komen allerlei CDA-prominenten en hier is het hoge woord eruit. Hij hunkert eigenlijk naar die rehabilitatie waar hij eigenlijk feitelijk recht op heeft. En dan is het moment suprem en dan gebeurt dit. Ja, ga, laat maar, zet hem maar in. Het feestje, 90 jaar. Wim, vandaag dit. Ook van Ria. Ja, dankjewel. Geweldig, joh. 90. Ja. Dan is je toch maar gegeven. En degene die van je houden, zoals ik. Ja, dat is mooi. We hebben daar vroeger niet op gerekend. Maar je hebt het gemaakt. Gelukwensen ook, hè, Wim. Ja. Ja. Afgelopen 2 weken geleden buiten de CDA natuurlijk over elkaar heen om uit te leggen wat voor een bijzonder en belangrijke man deze man nou eigenlijk was. Maar er werd geen gehoor gegeven aan deze diepe verlangen van hem. En uiteindelijk werd Lubbers er concreet naar gevraagd. Ik ontraad dat om dat te gaan doen. Dat komt in mindering op al het goede waar Wim voor gestaan heeft en waar hij nog steeds voor staat. Dus laten we de zegening tellen dat we Wim Aantjes nog in ons midden hebben en laten onze tijd niet verdoen. Aan iets wat er weer aandacht in de media, hoe zit dat ook weer? Dat is allemaal. Nee, dat werkt niet. En het is nog niet ten einde, want uiteindelijk verscheen Lubbers en ook anderen bij het programma Nieuwsuur. En toen werd opnieuw ditzelfde onderwerp aangesneden. En heeft u moeite gedaan om een betere functie voor hem te creëren? Absoluut niet. Hij was een hele principiële antirevolutionair. En ik denk dat hij tegen zichzelf zegt: ik heb geen recht op eerherstel. Tot zover. Ja. Oh. Ja, hè? Ja, ja. Dan, om even wat frisheid weer in de uitzending te krijgen.
De kerstverse partij, daar zijn overigens meerdere van in de Tweede Kamer, DENK. U weet het, de twee mensen die bij de PvdA opstapten, of weggestuurd werden, kan ik misschien beter zeggen. Er hadden breaking news. Ze hadden een nieuwe persvoorlichter en die ziet er zo uit. Voor de duidelijkheid is de vrouw links. Ja. En ik kan me voorstellen dat de mensen in de zaal zeggen, ik ken die vrouw ergens van. En dat klopt ook, want dit is Tatjana Maul. Hi everyone, I am Tatjana Maul and I am Miss World Netherlands. I graduated in European Studies with a major in International Business Management and at the moment I'm studying sport psychology. I am from The Hague, the political city of the Netherlands. The Netherlands are famous for our tulips, wooden shoes, of course our delicious cheeses and our windmills. Zo. Het hele fragment op de website natuurlijk terug te kijken, dames en heren, dat begrijpt u. Was er dan ook nog ander breaking news? Jazeker, vandaag op vrijdag zal de ministerraad, dan komt het kabinet bij elkaar. En de NPO moest schoorvoeten toegeven dat het gedaan is met Sesamstraat. Sinds 1976 dagelijks kost voor Jong Nederland tussen 5 en 6. Eerst Sesamstraat kijken en dan naar bed. Maar het gaat allemaal anders. Sesamstraat naar een themakanaal, wat vindt u daarvan? Ja, daar vind ik even niks van als je het niet erg vindt. Dat vind ik nou echt een groot maatschappelijk probleem. Ja, dames en heren, de ene crisis, u weet het, bij de vorige crisis was er commentaar dat onze premier bij een Coca-Cola-fabriek in Amerika was. Godzijdank was hij tijdens deze crisis was hij aanwezig en dus werd er tijdens de persconferentie ook nagevraagd. Wie is dan uw favoriete personage? By far Ernie en Bert en dan twijfel ik uit een aantal spraakmakende clips. Een van de belangrijkste vind ik toch Bert die paperclips verzamelt en gestort wordt door Ernie. Een andere is wanneer ze, en dat vond ik een hele mooie liberale, echt een VVD-clip waarin Ernie een groot stuk taart heeft en een klein stuk en het kleinste stuk aan Bert geeft. En dan zegt Bert klaar het grootste stuk moeten geven en dan zegt Ernie, wat had jij dan gedaan? Nou, ik had jou natuurlijk het grootste stuk gegeven. Nou, je hebt nou toch het kleinste stuk en ik heb het grootste stuk, dus klopt precies wat je had gedaan. Met die gesprekken heb ik ook vaak met de PvdA en dat gaat... ik moet altijd aan die scène dan denken. Ja, nog iets aan toevoegen, panel? Kan ik aan het... Ja, Joost? Mm. Collega's van mij vroegen zich af van, ja, heeft hij dit nou voorbereid? Want hij weet natuurlijk dat hij de vraag... Hij heeft tegen mij gezegd dat hij het niet had voorbereid. En zijn argumentatie was, ja, die in mijn jeugd, zei hij... werden die filmpjes wel 25 tot 26 keer per jaar herhaald. Dus die zitten in zijn geheugen gegrift. Dus het kost hem geen enkele moeite. En hij vond ze echt heel goed altijd. Ja, nee. Tot zover. Dames en heren, meerdere keren al aangeraakt, benoemd. Maar nu ga ik hem echt aan u introduceren. We zijn ongelooflijk blij dat hij er is. Ook iemand waar we al een tijdje van zeiden, kom nou. En uiteindelijk zei hij ja.